السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برودر إيسا، welkom bij de site warmislam.nl, waar wij trachten om in te gaan op de levens van mensen, de verhalen van broeders, om op die manier erachter te komen wat men beweegt, waarom men het doet en hoe het in zijn werking gaat, de bekering tot de islam. Jouw verhaal heeft een begin en heeft een loop en ik wil je graag vragen hoe is het gegaan, waar is het begonnen en hoe is het gegaan, jouw pre-islamitische leven. Oké, het is begonnen eigenlijk vanaf mijn 9e jaar al. Dat ik zat op een openbare lagere school. Maar in mijn klas zaten 3 Turkse kinderen, die waren moslim natuurlijk, islamitisch opgevoed. Zaten 3 Marokkaanse kinderen bij mij in de klas. Er zaten 4 Surinaamse kinderen in de klas. Dus ja, en 1 Hindoestaanse. Dus je hebt al meteen eigenlijk een atheïste. Je hebt christenen, want de Surinaamse mensen zijn bijna allemaal protestants-christelijk. Van verschillende stromingen dan. En natuurlijk de Marokkaanse en de Turkse kinderen waren islamitisch. En hadden een hoofddoek om 2 van de Turkse meisjes in de klas. En je mocht niet mee op schoolreisje bijvoorbeeld, want er gingen jongens mee, dat soort dingen. Dus dan kom je toch wel met religie in aanraking, terwijl je op een openbare atheïstische school zit. En dat riep vragen bij je op? Of dat je leerde natuurlijk. Ik vroeg aan mijn moeder, want ik ben atheïstisch opgevoed. Ik heb een Hebreeuwse moeder, dus niet Joods, niet van religie. Mijn oma is een Hebreeuwse vrouw ook. Waar je, toen ik oud werd, kon je wel zien dat ze natuurlijk Joodse dingen had. Ik heb mijn oma nooit gezien in een korte rok. Dus het kwam altijd onder haar knie. Dus er waren bepaalde religieuze insteken? Ja, ik heb toch wel dingen geleerd, maar niet bewust en duidelijk. En ik kwam dus op mijn 9e jaar dus al bij mijn moeder van mama, want ik werd thuis atheïstisch opgevoed. Mijn vader is van een katholieke boerenfamilie. Maar hij is de enige in zijn familie die niet praktiseert en ook niet in God gelooft. Dus ik vroeg aan mijn moeder van, wat is dat toch, mama? Er hebben zoveel kinderen in mijn klas over God. Wat is dat, God? Weet je wel? Tante Willie, mijn moeder's Surinaamse vriendin, die ik al vanaf mijn geboorte ken, was zwaar christen. Dus daar hoorde ik in huis, als ik daar was als kind, ook het woord God. En weet je wel, dus dat liep voor mij allemaal... eigenlijk paradox komt wel op elkaar. De ene heeft het er niet over, of die gelooft er niet in, de andere gelooft er wel in. Dus ik vond het al een hele interessante vraag, omdat ik dacht van, of mensen dan wel of niet geloven, ze denken allemaal over dat begrip na, schijnbaar. En dat was voor jou ook een reden om nog verder daarop in te gaan? Ja, dus ik kwam met mijn moeder. Mijn moeder kreeg ik geen bevredigend antwoord van. Ik kwam soms bij mijn vader en zijn familie thuis. Ja, die gingen bidden voor het eten. Bidden na het eten. Als ik bij mijn tante sliep, dan zag ik mijn neefje. Het eerste wat hij deed als hij uit bed kwam, was op zijn knieën. Een katholiek gebed op zijn knieën. Als hij naar bed ging s'avonds, zat hij te bidden op zijn knieën. Dus ik maakte 2 kanten mee. Een kant die helemaal nergens in geloofde. Maar ook een kant die heel religieus was. Ik bedoel, ik hoefde bij bepaalde woorden bij tante Willy in huis, de Surinaamse vrouw, niet te zeggen. Want dan zei ze, wat, je moet schamen voor God. Ja, dat kreeg ik thuis nou te horen. Ik kreeg te horen van, je moet je schamen als mens. Maar niet voor God. Maar als je bij dat soort mensen thuis komt, dan krijg je te horen voor God dat je moet schamen. En toen kwam ik een keer bij mijn oma en toen zei ik ook van... Oma, hoe zit het nou met mijn Jood zijn? Want ik voelde toch wel aan dat er iets mee te maken had. En toen zei mijn oma al van, ja jongen, word dan maar gewoon een goed mens. Want er heeft de wereld veel meer behoefte aan als een goede Jood. En op een gegeven moment vroeg ik haar in de keuken, en dat was eigenlijk de doorslag. Dat ik tegen mijn oma zei, hoe zit het nou met u en God, oma? Dat was ook een negatief. Nou, ik heb mijn grootmoeder nooit zien schrikken. En ze werd helemaal bleek en ze zette het gas af. Nou, als een Hebreeuwse vrouw de gas afdoet, terwijl ze voor de gezin aan het koken is, is er echt iets mis, kan ik je vertellen. En toen zei ze, nou, kom maar naar de kamer. Toen zei ze, ja, ik heb met God een appel te schillen nog.
Dat vond ik wel heel vreemd, want ik ben atheïst. Mijn grootvader, waar ze mee getrouwd was, geloofde, was atheïst. En toen keek ik mijn oma aan. Ik zeg, oma, ik ga u nou een vraag stellen nog een keer. Ik zeg, u heeft al gezegd dat God niet bestaat. Ik zeg, en nu heeft u ineens nog een appel te schillen met God. En waarom dan? En toen zei ze, omdat ik veel gebeden heb en toch mijn hele familie is uitgemoord. En mijn oma zat bij het verzet. Mijn overgrootvader was met een christelijke vrouw getrouwd, ja, tijdens de oorlog. Dus mijn oma heeft die Ariënverklaring nooit getekend en liep nu met een ster. En daardoor kon ze onderduikadressen regelen, voedselbonnen, pistolen liep ze rond, staakt van het parool liep ze rond. En toen keek ik mijn oma aan en ik zeg, ja, maar oma, luister nou. Ik zeg, het is helemaal niet logisch wat u zegt. Ik zeg, ik geloof niet in kabouters. Dan geloof ik heilig, ik geloof niet in kabouters, zei ik tegen mijn oma. Ik zeg, maar hoe kan ik dan daarna zeggen dat ik ruzie heb met de kabouters? Dus dat sloeg bij mij als kind in van dat ik het niet begreep. Dus ik zei van, ja, u zegt u gelooft niet in God, maar nu heeft u een appel te schillen met God. Ik zeg, is hij de naam van u wel of niet? En toen ben ik heel erg gaan twijfelen. En heel erg gaan nadenken ook. En tussen dat en wat daarna kwam, zit er nog een hele stap. Ja, want ik hoor al van je, er zijn heel veel invloeden geweest. Ja. Je hebt het over klasgenoten, je hebt het over een oma, je hebt het over een vriendin die al vanaf je geboorte kent. Heb je dat allemaal meegenomen in je reis? Of ja, achterhoofd? Of ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En daar ben ik altijd over na gaan denken. En ik merkte ook van dat de mensen die allemaal in God geloofden, dat als ik met hen ging praten, dat merkte ik vooral op mijn 16e. Ik woonde op mezelf en ik kwam in een begeleid kamerwoning het eerste jaar waar, nou, ik geloof dat ik met nog iemand de enige niet-christen was. En mijn mentor was zwaar protestants en die had elke week een lezing in zijn huis. En dan namen ze één bladzijde uit de christelijke Bijbel en dan gingen ze dan wel een uur of een paar uur over praten. Over de interpretatie, hoe ze dat konden interpreteren. Dus ja, met die man kon ik gelukkig ook mijn vragen stellen. Ja, en al die, alle mensen in mijn pand, al die Surinaamse kids en ook twee Nederlandse, waren christelijk. En gingen naar de kerk op zondag. En wat voor invloed had dat dan op jou, dat die praktijk om je heen? Dit was geen appeltjeschillen, dit was echt praktijk. Dit was echt praktijk. En ik kon wel merken dat er een in die mensen een bepaalde degelijkheid zat die mij beviel. Dus van het niet zo liegen, het niet bedriegen, het niet proberen de agressie in te tonen. Nou, ik kom uit een volksbuurt. Dat als je niet op straat in de jaren 70 niet kon vechten, dan werd er over je heen gelopen. En je moest er gewoon één keer in de 2-3 maanden één keer met z'n hoofd even op een motorkap slaan. Want dan had je weer respect in de buurt. En anders was je een zachtgekookte ei van mietje. En dat moest je in de jaren 70 niet hebben. En dat beviel me heel erg. En daarna kwam ik een Joodse jongen tegen, een Hebreeuw ook. Maar die was zwaar orthodox Joods opgevoed, Gazier. Het meest orthodoxe die in Jeruzalem echt met zwarte kleding lopen en hoedje op. En daar kon ik hem dus ook vragen over stellen. En in dezelfde tijd kwam ik dus ook moslimjongeren tegen. En toen kwam ik erachter dat als ik naar die Jood luister, naar die christenen, naar die moslims, dat er in hun heel veel overeenkomsten zaten. En zelfs dingen die eigenlijk hetzelfde zijn, waar ze hetzelfde over denken, begrippen. Over respect, over familie, over bewustzijn dat God naar je kijkt bij wat je doet en wat je uitspoot. En ik vond eigenlijk in het begin meer overeenkomsten dan verschillen. En de reden waarom ik niet kon kiezen, want ik stam van een familie van meer dan een paar duizend jaar rabbijnen. Dus ik kreeg van mijn moeder een lijstje. Dan zie je alleen maar rabbijn, 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 rabbijn. Volgens mijn broer die het onderzocht heeft, waarschijnlijk bloedverwanten zijn van Zacharias. Vrede ze met een
Yahya. Want mijn moeder heet Zagari. Het is een familienaam. Het wordt bij moslims vaak gebruikt als een voornaam. Maar bij het Hebreeuwse volk, bij de Joden, is het een familienaam. Dus in het Hebreeuws heet Johannes de Doper of Yahya. Vrede zij met hem heet Joachim Zagaria. Nee. En dat soort dingen kwam. Ik begon na te denken en ik woonde natuurlijk op mezelf. Ik was 16 en dan moet je zelf gaan bepalen hoe jij het leven gaat zien en interpreteren en wat voor soort man jij wil worden op die planeet. En wat was dan jouw volgende stap? Mijn volgende stap was dat ik eigenlijk de informatie die ik kreeg van de Jood, die ik kreeg van de christenen en van de moslims, dat ik daar zoveel overeenkomsten in zag, dat ik zei van, oké, ik gooi het gewoon in één pan, want het komt van dezelfde bron en dat is een interessante zoek voor mij. En dus ik begon eigenlijk als een gelovige te leven, terwijl ik wilde geen lid worden. Ik wilde geen Jood worden, ik wilde geen christen worden, ik wilde geen moslim worden officieel. Omdat ik toen de tijd vond dat die voetbalclubs, zo noemde ik het, maken zoveel ruzie met elkaar, dat ik er geen lid van wil worden. Want als ik het een ben, wil ik de ander niet haten. En als ik het andere ben, dan wil ik ook niet een hekel hebben aan de tweede of de derde groep. En ik vond eigenlijk in die tijd dat... ik vond gelovige mensen ongelooflijk hypocriet. En dat ik dacht van, ja, jij zegt dat in je Bijbel God liefde is. Jij zegt dat God wederzijds respect is. Maar als ik kijk naar de blanke Europese geschiedenis en vooral de Nederlandse geschiedenis, vind ik dat niet terug. Dan ben je of een hypocriet naar je eigen boek, of je weet niet waar je over praat. En in die tijd had ik zoiets van, ik kan het beter zelf met mezelf uitzoeken. En zelf als wat ik denk wat een godsgelovig mens is gaan leven. En al die clubs. Maar nu ben je lid van zo'n club. Ja. Wat was daar dan de beslissende factor in? Ik heb op mijn 17e een gebed gedaan in het Vondelpark. Een bepaald religieus gebed of gewoon? Nee, een gebed. Ik maakte toen gewoon mijn eigen gebeden. Ik geloofde dat er maar één God was. En ik heb God mijn hart beloofd, zoals ik het noemde. En ik ben gewoon wel als een christen gaan zitten, want dat was wat ik mee had gemaakt. En God mijn hart beloofd en gezegd dat als hij me hulp nodig had, dat hij me kon komen halen. En heb ik er ook nog bij gezet, waar ik nu soms wel verschaam van. Ja, dan moet je wel duidelijk zijn dat je niet de duivel bent, anders krijg je gewoon een klap voor je hoofd. Er is heel veel jaren overheen gegaan. Ik kwam moslimjongeren tegen. Nou, die waren werkelijk zo crimineel en zo, dat ik op een gegeven moment heb gezegd, omdat ik natuurlijk niks wist van islam. Van ja, als dat jouw religie is, haal het maar. Want ik leef nu al 3 keer beter dan jullie alle 5 bij elkaar. Jullie hebben een hele grote mond, maar jij bent een zakkenroller, jij loopt met drugs te dealen, jij wordt een junk, jij bent een alcoholist en je verricht je gebed nooit. Ik bedoel, je liegt en je bedriegt. Dus dat was ook een reden waarvoor ik bijvoorbeeld de christelijke familie in het dorp, ik vond ze ongelooflijk racistisch. Dat ik echt zei van, hey, je gelooft in geen God, je gelooft dat alle mensen afstammelingen zijn van Adam en Eva. Ik zeg, je gelooft dat we allemaal door dezelfde God zijn gemaakt. Hoe kun je dan racistisch zijn? Hoe haal ik dat? Hoe rijm ik dat? Nou, ik had er zo'n hekel aan al dat soort gedrag wat ik zag, dat ik ben ook naar de Joodse vriend gegaan. Daar heb ik ook gevraagd van, die heb ik getest met een vraag. Ik zeg, dan stam ik van een familie van rabbijnen. Ik zeg, als ik nou Jood wil worden, ik zeg, jij vertelde me dat de rabbijn heeft de taak om de mensen het pad van licht naar God te wijzen. Meer niet. Hij kan je niet dwingen om erop te stappen. Zelfs een imam. Hij kan je zeggen, daar is Allah, zo ga je naar hem toe. Maar hij kan niet zeggen van, je moet dat pad gaan belopen. Dat mag je niet. Want dan neemt hij jouw eigen vrije wil, die je van Allah gekregen hebt, neemt hij jou af. En dat mag niemand. Dat mag geen priester.
En toen heb ik hem getest, toen heb ik hem gezegd van, oké, maar ik zeg, als ik nou Jood word, ik zeg, dan wil ik, ga ik mijn vriend, wil ik ook meenemen naar de synagoge, want die wil ik dan dat pad van God ook laten zien. En hij keek me aan, hij zegt, ja maar ho, ik zeg, ho, ik zeg, dat heb je me toch zelf verteld? Toen zei hij, wat is die vriend? Ik keek hem aan, ik zeg, net als jij en ik, een mens. Ja, maar wat is hij? Ik zeg, een mens die geschapen is door God, een afstammeling van Adam en Eva. Hij zegt, ja, maar wat is hij? Ik zeg, weet niet wat je bedoelt. Ja, waar komt hij vandaan? Ik zeg, het is een Surinaamse Creool. En hij keek me aan, hij zei van, ja, maar dat kan niet. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Hij is een mens, hij is gemaakt door God. Hij is net hetzelfde als jij en ik, hij heeft 5 vingers. En als je zijn schoen aantrekt, 5 tenen. Ik bedoel, hij zegt, nee, hij heeft geen Joodse moeder. Dus daar zag jij, zag beperkingen? Nou nee, ik ben ongelooflijk kwaad geworden. Ik heb hem aangekeken, ik heb gezegd, als dat is waar is wat jij nu zegt, dan is God een... Want in die tijd, hè, ik praat nu over 82, er waren maar 5 miljoen Joden, of Hebreeërs, op 5 miljard mensen. Ik zeg, dus jij gaat mij vertellen dat God zo onredelijk is, dat maar 5 miljoen Hebreeërs, die een Joodse moeder hebben, dus alleen maar tot God mogen komen. Ik zeg, dan is God, als jij gelijk hebt. Ik zeg, dus jouw religie kan nooit de ware religie zijn van God. Ik zeg, dan geloof ik eerder de christenen en de moslims, want in hun religie maak ik het al binnen pygmee uit Afrika, al binnen Inuit, Eskimo, uit Lapland. Je kan altijd dat geloof in. Dus ik zeg, jouw geloof is niet waar. Dus of een leugen, of een zelfverzonnen iets. Maar ik geloof niet dat als er een God bestaat waarvan ik denk dat hij redelijk is, dat hij dit iemand zou kunnen aandoen. Van je hebt geen Hebreeuwse moeder, dus je mag niet tot mij komen. Ik heb hem gezegd, ik zeg, al stam ik van een familie van een paar duizend jaar rabbijn. Ik zeg, ik zal nooit Jood worden. Nooit. Ik was er meteen klaar mee ook. Ik heb er ook nooit meer interesse in getoond. Wel in het volk, maar niet in hun religie. Omdat ik dacht, dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Dan is God niet redelijk. Dat kan niet. Dan is en hoe komt het nou dat jij... dit was heel stellig. Ik heb daar nooit meer interesse in getoond. Je hebt ook moslims getoond, ontmoet, die ook niet goed praktiseren. Maar nu ben je moslim geworden. Daar heb je van, hey, hoe is het? Ik kwam ineens een gentleman tegen. Echt een gentleman een hele goede vriend van me werd ook. Een intellectueel ook, die ook in Marokko al een universitaire opleiding had gehad. Dus die kon lezen en schrijven ook, wat heel belangrijk is. Het ontbreekt er af en toe aan, zeker in die 80% tijd. Wat hier, want de eerste generatie kan niet lezen en schrijven. Dus je had het getroffen, vertel. Ja, en die kon ik al mijn vragen stellen. En A, kon ik hem de vragen stellen en B, maakte hij me ook duidelijk aan toen hij me leerde kennen van... Hij zegt, je leeft als een moslim, jij man. Hij zegt, criminaliteit wil hem niet doen, want dan zeg je, God kijkt naar me. Hij zegt, je had geld zat kunnen verdienen en dat schijn je niet te willen op dat niveau. Nee, want ik ben intelligent, dus ik ben echt wel meer dan één keer gevraagd door criminelen om zaken met ze te doen, of om dingen voor ze te doen, of veel geld te verdienen. Ja, want ben ik hard, ik kan heel hard zijn. Ik ben niet makkelijk te intimideren, helemaal niet. Ik ben niet zo gauw bang van iets. En ik praat niet. Ja, over mezelf, maar niet over anderen. En dat zit er al van kleins af aan mee. Dus die man zegt, ja. Weet je wat voor jou goed is? Ja, ja, nou nee, dat heeft hij nooit gezegd. Hè. Ik ben hem gewoon gaan vragen over islam. En dit was een man die en de Koran goed kende en de hadiths goed kende. De overleveringen van profeet Mohammed, schreef ze. En... Dus ik kon vragen stellen. En weer kwam ik erachter van... Ja, maar wat jij me nu vertelt, dat heb ik ook bij die christenen gehoord zo. En ook van die ene jood zo. Dus ik kon in het begin veel meer... Maar ook verschillen natuurlijk. Maar meer overeenkomsten dan verschillen. Bijvoorbeeld of je nou een jood, een christen of een moslim vraagt... Mag jij stelen? Nee, mag ik niet. Mag je oude mensen beroven op straat? Nee, mag ik niet.
Mag jij liegen en bedriegen en complotteren? Zeggen ze alle drie, nee, dat mag niet. Maar dan rijst me bij de vraag, jij vond alles op elkaar lijken. Je hebt geen in die minimutten gedaan. Wat was nou die reden die zegt van nou, van een salat? Ja? Ja. Ik, op een gegeven moment vroeg diezelfde man mij. Van hij zei van, kun jij met een kennis van mij meegaan die je kent? Meegaan naar het ziekenhuis? Want hij moet die man had een kunstarm. Nog steeds natuurlijk, want die raakt hem nog niet kwijt. Nee, groeit niet aan. Nee. Dan kun je hem af en toe, hij spreekt wat Duits en jij spreekt wat Frans. En je hebt met de Bedouinen, want ik was op mijn 28e naar Palestina gegaan. Ik heb dus in de tuin van de Koets had ik al gezeten. Ik was op Jebel Moussa geweest. Ik had met de Bedouinen een half jaar in de woestijn geleefd al. Ik rijd goed kamel. Ik liep daar in Bedouinenkleden, in een djellaba, met doek om mijn hoofd. En toen zei die man, en ik ging met die man naar het ziekenhuis, ik zei van, we hadden het over spiritualiteit. En toen zei ik hem, ja, ik heb al heel lang niet gebeden. Ik zeg, vroeger deed ik dat altijd, had ik altijd, sprak ik met God. Ik zeg, maar dat heb ik al een tijd niet gedaan. Eigenlijk, nu we het erover hebben, schaam ik me daarvoor. En toen zei hij van, dan ga je toch mee naar de moskee? En ik keek hem aan en ik zeg, dat kan toch helemaal niet? Ik zeg, A, ik heb een Hebreeuwse moeder. Ik zeg, B, ik ben niet besneden. Ik zeg, C, ik ben geen moslim. Want ik dacht van, ja, een moskee, daar mogen alleen maar moslims naar binnen. Dan mag jij niet als niet-moslim naar binnen gaan om te bidden of informatie te vragen of dat soort zaken. Ik wist wel dat ik elke christelijke kerk kon binnenlopen. Maar dat wist ik niet van een moskee. En die man die keek me aan en zei van, ja, maar dat mag wel. Hij zei, dan ga je toch mee, gewoon mee om een gebed te doen in de moskee. Dus zei ik tegen hem, ja, dat maakt ook eigenlijk niet uit, want een huis van God is een huis van God. Of ik nou bij de ene naar binnen loop of bij de andere. Of ik nou een Joodse synagoge zou binnenlopen of een christelijke kerk. Of een moskee, ik geloof dat er maar één God is en dat die God daar, dat je daar kan vinden in een van die drie huizen van God. Heb je dan ook dit gebed al toen fysiek al gedaan, die keer? Wat fysiek? Dus heb je die buigingen ook gedaan, de bewegingen? Ja, ik heb meegedaan. Ja? Ja, en mijn doorbraak, waarom ik moslim ben geworden, ik ben eerst naar de imam gelopen, uit beleefdheid. En die zat vooraan. En ik vroeg hem van, ik zeg, ik wil u iets vertellen. Ik heb een Joodse moeder, christelijke vader, die niet praktiseert en niet gelooft. Ik zeg, ik ben niet besneden. En ik sta nu in een moskee, kan dit? En die man was heel vriendelijk. En die zei van, ja, natuurlijk, ik mag jou niet eens weigeren. Dan moet ik me schamen voor Allah als ik jou weiger. Jij schijnt iets te zoeken, dus heb je het recht om wat te doen. Ik kijk een man, ik zeg, ik mag dus meedoen in het gebed. Ja, zegt hij, dat mag. En ik liep met die andere man die me mee had genomen mee naar beneden. Om die wassing te doen, ja, dat had ik nog nooit gezien natuurlijk. Want de ervaring die ik had, wat ik gezien had, was christelijk. En christelijke mensen doen geen wassing voordat ze een gebed ingaan. Die gaan niet eens hun handen wassen, hun mond spoelen, hun neus en hun voeten wassen en dat soort dingen. Dat doen ze niet. Dus dat had ik ook nog nooit gezien. Ik begreep dat niet. Dus ik ben naar mijn eigen. Ik heb gewoon gedaan wat hij deed. En hij... Hij zei me van, ja, dat is om je ziel te wassen. En dat vond ik verschrikkelijk mooi. Ik zeg, wat zei je? Ik denk, dat is wel heel speciaal. Normaal dacht ik altijd dat je je ziel reinigt door een gebed naar God te doen. Maar dit is een extra dimensie die ik niet ken en die ik heel mooi vond. En toen ben ik meegedaan in het gebed. En die imam had me al gezegd van, je mag gewoon kijken om je heen, want je weet niet hoe het moet. Kijk maar wat anderen naast je doen, dan begrijp je het vanzelf. En doe maar gewoon mee. En het gebeurde toen ik mijn hoofd op de grond lag. Toen ik in de buiging op de grond ging. Ja, het klinkt net gek. Het klinkt heel gek. Ik heb ook daarna zitten huilen, na het gebed, 2 minuten. Het was net alsof Allah in me sprak in mijn hoofd. En ik hoorde zoiets van... En ik zat te twijfelen, ik ben mezelf nou aan de maling aan het nemen, of wat is dit, weet je wel. Zo, ja, je hoeft niet meer te zoeken, je hebt een hoop paden afgezocht. En je hebt me gevonden. En ik zat helemaal zo,
Na dat gebed, ik zat echt... Gelukkig kwam die vriend, die al heel lang mijn vriend was, al 10 jaar, al langer al, 36, ik ken hem nog maar 18 jaar lang al, kwam gelukkig, die had het gebed daar verricht. En ik ben meteen naast hem gaan zitten. Direct. En ik heb hem dat uitgelegd en toen begon hij te lachen. En toen zei ik, hebben jullie hier een vertaling van de Koran? Want mijn Indonesische vriend die ik had, waar ik mee in huis had gewoond om 18 en mee getraind had, Pencaksilat, die was moslim geworden. En die had mij een Koranvertaling gegeven. Maar omdat ik zo verdriet had dat die man was mijn beste vriend die ik ooit had, was overleden, heb ik eigenlijk het boek nooit ingekeken. Ik kon het niet. Elke keer als ik het pakte, legde ik het weer terug. En toen sloeg ik de Koran open. En de eerste bladzijde die ik opensloeg, dat kwam geloof ik uit Surat al-Baqarah, dat Allah zegt in de Koran tegen de Joden: zo, en heb ik jullie alleen maar mijn paradijs beloofd. Leugenachtig is jullie mond. En ik stik meteen mijn vriend en ik zeg, lees wat ik lees als eerste. Ik zeg, weet je nog een verhaal wat ik tegen de Jood heb gezegd, waarom ik geen Jood wil horen aan? Hij keek me aan en hij zegt, zo zie je maar, Allah weet jou te bereiken. En die, ik zeg, puur toeval bestaat niet, zei ik tegen. En toen wist ik het zeker. Dus je had gelijk het gevoel, de Koran spreekt het mij. Ja, nee, ik had het gevoel dat... Maar dat had ik al eerder gehad, op reis had ik het al gehad. Dat God niet met me sprak, maar wel dingen voor me deed. Er gebeurden dingen in mijn leven continu, dat kan niet zo zijn als er niets bestaat. Ik lees I Ching daarvoor ook, die zeggen het ook. Confucius zei het Lao Tse, puur toeval is geen toeval. Het zijn dingen die moeten zo zijn. Die zijn voor jou bestemd. Alleen zij geven daar een andere uiting aan van waar dat afkomt. Maar dat geloofde ik al, dat puur toeval niet bestond. En welke datum werd uiteindelijk bekeerd? Als kerst op deze Ik heb... ik kwam in september in een moskee, toen heb ik dat gebed gedaan, na 11 september, nog niet lang daarna. Toen heb ik meteen mijn ramadan gedaan, vol, dus gevast en elke dag mijn gebed gaan verrichten. Terwijl die sheikh mij pas wel 5-6 weken heeft laten wachten om mijn shahada uit te laten spreken, wat hij normaal nooit deed. En pas in op een half november kwam ik bij hem van, nu haal ik het niet meer. Ik zeg, ik ga het straks zelf buiten zeggen, want Allah hoort me toch wel, ik heb jou eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb geen priester nodig om mij in de islam te bekeren, dat begreep ik al. Ik hoef alleen maar dat zinnetje uit te spreken. Vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel. En toen heb ik hem gezegd, hij zegt, nou dan doe je maar, kun je morgen doen als je wil op dinsdag? Ik zeg, nee, ik wil op vrijdag. Ik wil alleen maar op vrijdag mijn geloofsgetuigenis uitspreken. Ik wil je bedanken voor je openhartigheid. We zijn helaas door de tijd heen. En bedankt dat je ons verhaal met ons wilde delen.